Welkom bij een nieuwe aflevering van de Piep Show. En wat voor een, want afgelopen weekend en eigenlijk ook wel de afgelopen week twee grote verhalen binnen de, laat ik het dan even de entertainment industrie noemen, want we gaan het hebben over Ubisoft en over Netflix. En eigenlijk is daar allebei één ding aan de hand, gaat niet zo goed. En dat levert allerlei situaties op. Er was een artikel, Boris. Een artikel. Ik heb het je. We hebben erover geappt dit weekend. Ja. Eerst een artikel van Bloomberg. Dat er. Allerlei partijen aan het Ubisoft aan het bekijken. De boeken van Ubisoft aan het bekijken waren. Onderzoekjes deden. En Kotaku kwam daar eigenlijk twee dagen later met een nieuw artikel op, waarbij ze ook gesproken hadden, off the record, met mensen die bij Ubisoft hadden gewerkt. En waar gaat het nou om? Ubisoft zou, en nogmaals, het is dus niet door Ubisoft bevestigd, want ze hebben er inmiddels wel een soort van statement van, we zijn met zoveel vette dingen bezig, het gaat allemaal goed en we hebben zoveel possibilities, bla bla bla. Ubisoft zou, ja, misschien wel openstaan voor een verkoop. Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Of partijen die, het is Ubisoft cirkel staat te koop. Ja, dat is eigenlijk wat. En dat roept je nooit zo heel erg hard, want dat is slecht voor je onderhandelingspositie. Maar je wil toch wel dat men eventjes komt kijken wat er al zo in de etalage ligt. Ja. Dus Ubisoft staat te koop. Dit is het, de apotheose van eigenlijk de afgelopen 3 jaar. Mm-hmm. Een grote Europese uitgever die in verval is geraakt. Ja. In ieder geval op creatief vlak het spoor volledig bijster is geraakt. Grote managementcrisis heeft momenteel. En ik denk dat ze niet meer weten hoe daaruit te komen. Nee. En dat is ook logisch, want ik wou dit weekend ook eigenlijk even, of volgens mij had ik je daar ook over hebt. Ik heb het idee dat de hele videogame business in een crisis verkeert. Ja. Waar je vroeger zoiets had van, nou, de grote triple-E partijen deden hun ding, waren succesvol, konden opschalen door te schalen in hun marketingbudget. Mm-hmm. Daar zie je nu eigenlijk de grote partijen struggelen met creativiteit. Ja. Struggelen met vernieuwing. Mm-hmm. Niet wetende waar de videogame-industrie heen gaat. Weet je, er is natuurlijk heel veel afleiding geweest met VR en daarvoor met de 3D-brilletjes en weet ik veel. Weet je, dan hoor je allerlei. En nu weer met de NFT's en dat soort dingen. Ja. Het zijn allemaal gimmicks, het is allemaal afleiding. Het verandert de industrie niet wezenlijk. En je ziet gewoon dat entertainment business is aan het veranderen. Mm-hmm. Dus waar je dat bij bijvoorbeeld de streamingdiensten zoals Spotify en Netflix en weet ik het. Daar zie je dat de modellen uitgekristalliseerd zijn en vervolgens ontstaat er concurrentie. Ja. Daar zie je eigenlijk dat de videogame-industrie gewoon nog in grote, in troebel water verkeert. Ze weten niet waar ze heen moeten. Staan ze aan de vooravond? Nou, dat is de vooravond van grote structurele veranderingen. Ja. En eigenlijk zijn die al aan het gebeuren. Want wat je ziet op het moment dat er crisis uitbreekt, dan zie je dat de alleen de sterken overleven. Mm-hmm. En in dit geval de financieel sterken, dat is namelijk Microsoft. En die koopt gewoon letterlijk alles wat los en vast zit. Ja. Daar lijkt het op. Dat soort dingen gebeuren niet in een boommarket. Dat soort dingen gebeuren als je in een crisis verkeert. Ja, nee, ik heb hier een leuke citaat uit dit artikel van Kotaku. EA CEO Andrew Wilson said as much in an earnings call early this year, in which he placed the FIFA publisher firmly in the big fish looking to eat other fish camp. Dus je hebt nu twee kampen. Dat is dus de ene kamp, dat zijn de grote vissen die de andere vissen opeten. En je hebt dus het kamp, de vissen die angstig om zich heen kijken door wie ze nu weer opgefroten worden. Ja. En kijk, één keer dat dit gebeurt, dat kan een incident zijn. En dat hadden we misschien een beetje bij Bethesda. Van oké, dit, wauw, een power move van Microsoft. Ze moeten wel wat. Maar ja, daarna kwam Activision, Bungie. En nu dus Ubisoft. Dan is er inderdaad precies wat jij zegt. Er is iets aan de hand. Er zijn dus
En dat zie je eigenlijk overal. Hè? Vroeger hebben wij veel gedaan voor VNU. Dat was een moloch op tijdschriften. Business. Deden meer dan uitgeven alleen. Ja, maar ja. Die waren zo groot, jarenlang. Ze hebben de Nielsen ratings ook nog steeds trouwens. Ja, en inmiddels op een gegeven moment gingen de tijdschriften, mensen lazen steeds minder tijdschriften, gingen naar online. Ze hebben die slag gemist. En het is weg, weet je wel. Het is Sanoma geworden. Nou, Sanoma die slankt ook steeds verder. Nou, Sanoma heeft VNU overgenomen hè, op een gegeven moment. En Sanoma was de sterkere partij. Die waren eigenlijk wat creatiever op het gebied van media maken dan VNU. Maar ook die hebben nu weer hun problemen. Je ziet het in de televisiebusiness met Talpa. Op een gegeven moment als dingen veranderen. Dat die grote bedrijven die een bepaald zeer lucratief winstmodel hebben gehad. Dat die het heel moeilijk vinden. Dat snap ik ook wel om het oude overboord te gooien. En full-on op het nieuwe te gaan. Terwijl een partij, denk aan bijvoorbeeld een Epic met Fortnite. Full-on op het nieuwe is gegaan. Omdat ze dat oude niet per se hoeft te vol te houden. Nee, maar ik denk dat dat model, hè, dat het rare is dat het samen gaan. Dus aan de ene kant zie je de games as a service games, weet je, de Fortnite's en de Warzone's en weet ik veel. En ik bedoel, daar valt van alles op af te dingen als het over creativiteit gaat. Hè? Zeker. Ik bedoel, daar is echt van alles mis. Maar aan de andere kant zie je dat wat je zou verwachten is dat de kwaliteit van de single player avonturen games dat die exponentieel omhoog zou gaan. Ja. En dat is eigenlijk alleen Sony gelukt. De andere partijen daar, nou, het is hit or miss, weet je. Ik bedoel, het is niet dat er alleen maar scheid is uitgekomen de afgelopen jaren. Dat is nou ook weer niet zo, weet je. Nee. Maar wat je ziet is dat je vaak de originelere verhalen zie je vanuit de indie hoek komen, weet je. Ja. Het productieniveau van de indie games wordt ontzettend opgeschroefd. En je ziet dat dat de AAA-studio's gewoon heel erg veel moeite hebben om iets simpels als een vet verhaal uit te werken in een vette game. Ja, ook omdat ze het verwateren door een beetje en-en te doen. Dus je ziet bij en Ubisoft is denk ik het meest uitgesproken voorbeeld van een partij die niet weet van moet ik nou echt gewoon mijn core audience behouden met Assassin's Creed? Of moet ik dan toch een beetje NFT erin en een beetje games en service erin? En dan misschien ook een Battle Royale game maken. Maar dat weet je ook. Maar er is ook iets aan de hand in tech. Hè? En kijk, veel van die programmeurs, van die mensen die werken aan dit soort games. Wat je wil, is dat je wil bij het winnende team werken. Zeker. En wat je ziet, als je breder kijkt naar videogames, maar je kijkt naar tech bijvoorbeeld, dan zie je van opeens wilde iedereen bij Facebook werken. Mm-hmm. En dan wordt Facebook is niet meer cool. Dan gaat iedereen weg bij Facebook. Ja. En dan gaan ze voor Google werken. Google is cool. En dan is dat niet meer. Dan gaan ze voor Netflix werken. En dan, weet je, ze gaan al die startups gaan ze langs. Of startups, misschien niet het juiste woord. Maar weet je, de hot new company, die heeft veel werk nodig. Ja. En diezelfde dynamiek, die heb je een beetje bij de videogames. Mm-hmm. En wat echt bijna niet vol te houden is gewoon 5 jaar lang werken aan een game die flopt. Dat is moord voor je ziel, weet je. Dat is echt heel lastig. Ja. Zeker in die periode waarbij iedereen wil horen bij de winnende partij. Ja. En dat is fucking lastig. En ik denk wat dat betreft dat die videogame-industrie waar dat eigenlijk nog een soort ambacht was, weet je, waar je, daar zie je ook steeds meer ontwikkelaars die trekken naar de tools toe die er zijn. Weet je, zoals Unity. Nou, is eigenlijk een kant-en-klare tool om videogames mee te maken. Ja. Als jij een half jaar of een jaar lang en je bent technisch aangelegd, of je kan misschien al een beetje, weet ik veel, JavaScript, een beetje programmeren. Als je met Unity aan de slag gaat, je leert Python, weet ik veel, je duikt erin en je eigenlijk in een relatief korte tijd ben je in staat om echt een vette videogame te maken. Ja. En dat gebeurt dus ook. Dus je ziet ook dat die indie studio's met relatief weinig mensen gewoon in 1-2 jaar tijd gewoon games ontwikkelen die kunnen concurreren met AAA. Ja. Dus aan de ene kant zie je AAA die een gigantische overhead hebben, wat zo duur is om te maken. Al die studio's, al die kantoren lokaal moeten al fucking shit. En dan worden ze eigenlijk weggeconcurreerd door de indie-partijen. Ja. Die kwalitatief gezien gewoon beter zijn. Al was het alleen maar omdat ze origineler zijn. En dat is een bizarre wereld. Nee. Ja, ik vind dat echt bizar. Nee, Ubisoft, het is grappig. Wat je nu ziet is dat, en we hebben het er al vaker over gehad, dat Activision, voordat het gekocht werd, zat vrijwel in dezelfde situatie, Activision / Blizzard, dan Ubisoft. Namelijk, No Guillermo
left to take over. Dus de zoon van Guillermo is onlangs uit het bedrijf gegaan. Maar goed, is dat nou werkelijk zo belangrijk? Nou ja, Guillermo is een familiebedrijf, weet je wel. Er zit nu geen Guillermo meer in, dus in principe zou dit de tijd voor hem zijn om... Ze hadden toch ook zo'n hardware merk? Ze hebben stuurtjes gemaakt en weet ik wat. En dat was de broer van Yves Guillermo, die dat. God, hoe heette dat nou? Trustmaster, volgens mij. Nee. Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar goed, dat is niet zo. Beide partijen hadden een ongoing workplace controversy. Dit weekend kwam weer naar buiten dat Bobby Kotick zijn vrouw lastig valt. Sheryl Sandberg. Ik wist helemaal niet dat zijn vriendin was. Nee, precies. En die had dus een straatverbod. En dat heeft dan weer een andere vriendin van hem. Die heeft dat dan weer weg weten te krijgen. Nou, het ging erover dat zij heeft al negatieve publiciteit over Bobby Kotick uit de media gehad. En zij is een topvrouw bij Facebook. Ja. Of bij Meta tegenwoordig. Okay. En zij is echt heel bekend. En ik wist echt niet dat zij de vriendin was van Bobby Kotick. Ja, dat soort mensen trekken elkaar natuurlijk ook altijd een beetje aan, wat dat betreft. Maar nou ja, goed. Inderdaad, ja. Senior devs leaving hadden ze ook bij Activision en met name bij Blizzard. Al die grote jongens, die creativiteit, die vloog eruit, gefrustreerd, wilde andere dingen doen, was het niet eens met de lijn. Dat heb je hier ook. En big projects struggling, zowel Assassin's Creed als Far Cry als volgens mij Skull and Bones hebben grote problemen om uit te komen en liggen eigenlijk pas 2023 of verder in de markt. Dat betekent dat er gewoon geen geld binnenkomt. Ja. Dat had Activision ook. En dan weet je, dan heb je een probleem. En dat probleem, dat zag je ook. En moet ik even kijken weer. Nou, dat aandeel, dat zat op een gegeven moment duidelijk hier. Nou, dus ik vind dat nog overgewaardeerd, hoor. Dit betekent een waardering overigens van, volgens mij, 3 miljard of 3,5 miljard. Ja. Zoiets. Dat is de market cap heet. Nou, dat is gewoon. Dat is ongeveer een halvering van wat het bedrijf ooit op de top heeft gedaan, volgens mij. Klik eens op ITD, year to date. Year to date. Dan zie je wat. Nou goed, dan zie je in de top inderdaad zat het tegen, wat is het, 54? Ja, 53. En dan op de bodem. Nou goed, nog net niet de helft ervan. Maar goed, dan zie je inderdaad. Klik nog eens verder, want ik die prijs hoger geweest. Klik eens op max. Max. Ja, dat bedoel ik, man. Ja. Kijk eens eventjes wat die prijs maximaal is geweest. Bij $100. Daar, daar is nog maar een derde van over gewoon op dit ogenblik. Dan zie je gewoon van ja, dat is pijnlijk. En dat betekent ook, dat zie je ook in 2018, weet je, de verwachtingen waren nou echt tot de hemel reikten ze. Ja. En dat is dat wordt niet meer waargemaakt. En het wordt niet waargemaakt qua revenue, maar het wordt ook niet waargemaakt qua projecten. Nee. En wat dat betreft, ik weet niet, we hebben een keertje... Helemaal toen we begonnen met de piepshow hebben we het gehad over de waarderingen van videogamebedrijven. Mm-hmm. En toen had ik eigenlijk het idee van ja, de enige die echt serieus zijn aandelenkoers waard is, dat is Nintendo. Ja. En Nintendo wordt verhandeld op de beurs van Tokio. Het is niet makkelijk, of eigenlijk lees, het is niet heel goedkoop om daar eventjes een paar aandelen te kopen. Je moet een minimale hoeveelheid kopen. Mm-hmm. Die clearinghouses die je hebt, weet je, als je bijvoorbeeld weet ik van de Giro.nl, ik weet niet, dat zijn van die kantoren die voor jou aandelen kopen. Als je zoiets gebruikt, dan zou je zien dat je of überhaupt geen Nintendo kunt kopen, of dat alleen maar kunt doen met een minimale hoeveelheid. En dan moet je echt aan 10.000 euro's denken bijvoorbeeld. Dus je ziet dat daar niet veel interesse in is, omdat iedereen zoiets heeft van ja, maar ik wil heel snel geld verdienen. Ik wil niet voor de lange termijn aandelen gaan kopen. Nou, dat in 2018 was het anders. Toen had iedereen zoiets van ja, al die bedrijven gaan allemaal door het dak en weet ik van. Nou, we hebben er nog een piek gehad in 2020. Toen is het eigenlijk was die crash al ingezet, maar door corona en dat iedereen thuis ging gamen, hebben we een opleving gezien. En dat was eigenlijk het moment waarop iedereen de boel had moeten verkopen. Maar goed, nu zien we de boel alsnog instorten. Gaat ook wel wat omhoog, omdat de geruchten zijn dat het verkocht. Dat zie je altijd. Dat is sinds een paar dagen. Ja. Maar goed, als je dit kijkt, weet je, daar dat het omhoog, dat zie je nog helemaal niet. Nee, maar dat is een afdaling. Inderdaad, je ziet gewoon dat het flink naar beneden gaat. Die kaart is helemaal niet aantrekkelijk. Nu blijven videogames natuurlijk interessant. En wat je waarom zijn videogames interessant? Nou ja, goed, waarom? Welk probleem lossen ze op?
Waarom zou je als vermaak? Vermaak. Vermaak scoort nog steeds goed. We hebben natuurlijk de explosie gehad tijdens de pandemie, waar mensen heel belangrijk zijn. En er is toch de hoop op. Oké, maar wacht die even. Hit. Dan, als je kijkt naar dat entertainment segment, hè, als je kijkt hoe ontzettend groot de concurrentie is geworden. Zeker. Weet je, als jij een avondje vrij hebt, weet je, kijk wat je kunt doen. Weet je, je kunt Netflix, HBO Max, Disney Plus, God weet hoeveel van die streamingdiensten er zijn. Dan heb je nog je sportshit. Dan heb je je sportshit. Dan heb je nog YouTube en Twitch livestreams die je moet zien. Je kan podcast luisteren. Iets wat ontzettend populair is geworden de afgelopen tijd. Dus daar zie je Spotify en zo, weet ik veel. Of je kan videogames spelen. Vroeger, je kon tv kijken of je kon videogames spelen. Zeker. Met andere woorden, die oorlog om die tijd, die is heftig geworden. Die is zeer heftig, ja. En als je daar niet... het is wat je krijgt in dat soort... In dat soort dynamieken, mm-hmm. waarbij de druk toeneemt en de concurrentie toeneemt, daar ontstaat een soort dynamiek waarbij je dat de winner takes all effect krijgt. Mm-hmm. Dus eentje die gaat er met alles vandoor, omdat er zo'n er is zo'n netwerkeffect bij die content. Dus stel je voor, ik heb een serie gezien op Netflix. Ik hoorde jou vanochtend over Tokyo Vice hier. HBO. Zit je dan dus op HBO zit je te kijken. En Jelle heeft de eerste aflevering gekeken. Die kwam er nog niet helemaal in. En ik zit te denken om mijn Netflix op te zeggen en HBO Max te nemen. En nou goed, enzovoort. En zo gaat het leven. En dan heb ik zoiets van, fuck it, ik moet ook... En deze week komt We Own the Streets. Dus ik ga HBO Max nemen. Ja. En dan... Dus dat netwerkeffect van je wil wat je beleeft in entertainment, wil je delen met elkaar. Dus dat wil je met z'n allen bekijken. Dus je bent eigenlijk geneigd om hetzelfde te gaan doen. En wat is het niet? Fucking Tiny Tina's Wonderland uitspelen nadat je het verhaal uitgespeeld hebt. Mm-hmm. Doorlevelen, wat ik ook aan het doen ben overigens. Maar, of Warzone, weet ik van, of 30.000 andere games die allemaal met elkaar schreeuwen om aandacht. Ja. En je hebt gewoon de tijd ervoor. En daarin zie je gewoon van die videogames en dat ze die managementproblemen hebben, dat die kwaliteit terugloopt. Mm-hmm. En je ziet nu, omdat die dat businessmodellen van die streamingdiensten zijn nu eigenlijk uitgekristalliseerd. Ja. En je ziet nu van, oké, wat moeten ze doen? Geld investeren in content maken, goede content maken. En dan zie je, dan nemen de abonnementen en alles en dat neemt toe. Nou, dat werkt. Maar in videogames kan dat niet. Je kunt niet zeggen van, oké, ik smijt nu eventjes, weet ik wel, 500 miljoen aan tegen twee videogame projecten. En dan heb ik volgend jaar vette content. Nee, dat duurt 5 jaar. En omdat iedereen bezig is met MeToo gelul, lukt het niet om die games af te maken. Want meisjes met paars haar worden lastiggevallen. Jongens worden lastiggevallen. Ze zijn elkaar juridisch in de haren aan het vliegen. Het wordt gewoon één grote tyfusbende. Ja. En dat is gewoon een managementcrisis. Dus het lukt ze niet om die content te maken. Het geld aantrekken, dat lukt wel, zeker vanuit 2018 gezien, maar lukt nu niet meer. Ja. Nou, Ubisoft is een schoolvoorbeeld daarvan. Weet je? Ik bedoel, Ubisoft was altijd het bedrijf die heel goed was in de financiering van de videogames. Dat geld hebben ze nu doorheen gejaagd en er ligt geen game op de plank. Nee. Dat is het probleem. De revenue, er komt gewoon niks binnen. Dat betekent dat aandeelhouders ontzettend gaan lopen mopperen en dus openstaan voor andere partijen die zeggen van, hey, wij betalen iets meer dan wat je nu hebt, et cetera, et cetera. Wat mij opviel is, en daar had ik het met jou in de app ook over, dat we meteen zeiden van, oké, dat is interessant voor Microsoft. Maar wat blijkt nu, dat in eerste instantie het niet de gamebedrijven zijn die hier naar kijken, de Tencents, die overigens in 2018 al geprobeerd hebben Ubisoft zeg maar binnen te komen. Dat heeft Guillermo toen afgehouden. Mm-hmm. Net zoals ze het daarvoor met Vivendi hebben gedaan, want ze wilden onafhankelijk blijven. Dat schijnt dus nu anders te zijn, omdat Guillermo ook niet meer radicaal zegt, ik wil het niet. Maar hoe oud is Guillermo? Ik weet het niet, maar Google dat dus. Hij zit 35 jaar in die business. Nou, ik heb het idee dat hij namelijk bijna 60 is. En ik denk ook dat hij er klaar mee is. Want ik denk namelijk dat de problemen die zich voordoen nu bij Ubisoft... zijn niet zijn problemen. Hij is van een andere generatie. Mm-hmm. Even kijken, daar zien we het. 1960, dan is... 9 jaar ouder dan mij, dat is... dan is die 61. 61, nou goed. De man zit... Laten we eerlijk wezen. Op dit niveau wil je op je 60ste... echt ruimschoots met pensioen zijn. En in ieder geval alleen nog maar de dingen doen die je leuk vindt. Ja. En wat is hij aan het doen? Hij is aan het
fucking steggelen over, over MeToo-rechtszaken binnen zo'n bedrijf. Ja. Hij is, het spijt me, maar als je 61 bent, dat zit niet meer in jouw belevingswereld. Je kunt daar niks mee. Dus nee. Ik kan me voorstellen dat hij gewoon murf gestreden is en zoiets hebben van fucking hell. Aan alle kanten lekt dit schip. Ja. Weet je, ik bedoel, de creativiteit is eruit. De managementlaag die hij voor ogen had, die het stokje moest overnemen, waaronder bijvoorbeeld Tommy François, die daar de creatief directeur werd op een gegeven moment, die we eigenlijk heel goed persoonlijk kennen. Die is eruit gebonjourd omdat hij iemand gezoend zou hebben in de lift. Nou goed, en dat zie je er overal. En ja, dat klimaat in die heel erg productiegedreven gamefabriek van hem. Ja. Dat klimaat is klaar, weet je. Ja. Ik bedoel, er is een andere wind gaan waaien en hij heeft geen idee wat hij ermee moet. Nee, en ik denk ook wel van de lastigheid van, oké, games as a service of single player games, wat ze traditioneel maakt, dat lukt ook gewoon niet helemaal. Nee, maar hun games as a service lukken niet. Ze zijn allemaal kut. Ja, ja. En inderdaad, zijn single player games, die zijn aan het afkalven. Want Far Cry, ondanks dat ik er wel van genoten heb, wordt het gewoon steeds minder. Ja. Elke Far Cry is minder tof dan de voorgaande Far Cry. Nou, Assassin's Creed, dat was vroeger een must-play game als het uitkwam. Ja. En nu zie je dat het heeft absoluut zijn fanbase. Maar daarbuiten... En het lukt ze ook niet meer om nieuwe franchise te maken. Want in de jaren 2016, 2018, elke E3 kwamen ze weer met iets nieuws waar iedereen zei van holy fucking shit, wat wreed, weet je wel. Denk aan... Steep vind ik een goed voorbeeld. Dat was die snowboard game. Nou, met zeg je niks. Nee. Ik zit even te denken aan, hoe heet het nou, dat je met je telefoon alles kon doen. Fucking hell. Wat uiteindelijk helemaal niet zo tof werd. Maar, Watch Dogs. Ja, precies. Dat was een bus, weet je wel. Nee, dat kunnen ze ook niet mee genereren. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Wat mij opvalt, is dus, toen ik Bloomberg las, dat het op dit moment vooral Blackstone en KKR en Co. zijn. Dat zijn de twee grootste private equity firms. Ik heb niet heel veel verstand van deze wereld, maar ik denk wel, die wil je niet hebben als groot aandeelhouder. Nee, maar wacht. Blackstone, Blackstone is zo groot. Ja. Daar zit namelijk ook heel veel politiek in. En weet je wat interessant is wat er gebeurt? En dit is een beetje de conspiracy kant. Okay. Ik bedoel, dit is iets waar niet heel openlijk over gesproken wordt. Maar zoals je misschien weet, we hebben de World Economic Forum. Ja. Klaus Schwab. Je kent de verhalen, weet je. Nou god. Hij wordt, en de mensen bij het World Economic Forum worden heel zwaar beïnvloed door een schrijver en die heet Harari. Het is een Israëlier. En die, dat is een beetje een soort futuroloog, weet je, een beetje half filosofisch, half toekomstbeelden schrijft hij. En hij is ook een zogenaamde Malthusian. En dat is iemand... die zich laat inspireren door Thomas Malthus. En dat was een iemand die eigenlijk een econoom. En die zei van nou, er zit een bepaalde cap op hoe groot de mensheid kan zijn. Hoeveel mensen er op aarde kunnen leven. En deze mensen geloven heilig dat er te veel mensen op aarde zijn. Ja. En dat dit niet sustainable is. En dat we moeten teruggaan naar een situatie waarin we veel minder bewoners hebben. Mm-hmm. Nou kun je afvragen van oké, hoe gaan ze dat doen? Weet je, zijn er vaccins giftig? Weet ik van. Nou goed, dat is extreem conspiracy. Maar de wat rationelere stroming daarin, die zegt van nou, we moeten rekening houden met een wereld waarin er misschien wel de resources zijn voor mensen om te overleven. Weet je, want er wordt gewoon in een fabriek, wordt gewoon een plantaardige hamburger gecreëerd en die, weet je, dat wordt gewoon uitgedeeld met social credit scoren geld en weet ik veel. Maar wat zijn die mensen dan aan het doen de hele dag als er geen werk voor ze is? En hij heeft daar een heel duidelijke mening over. Hij heeft er ook een boek over geschreven. En hij heeft er ook meerdere podcasts en speeches over gedaan. Hij zegt van drugs en videogames. Dat is de toekomst voor de mensheid. Okay. Dus er is een bepaalde elite van brood en spelen. Van 1 of 2 miljard mensen die nog werken en die constructief iets bijdragen. En de rest is eigenlijk aan het vegeteren. Nou. En dat is gebeurd dus met drugs en videogames. Klinkt mij niet slecht in het oor hoor. Ja, die drugs hoef ik niet, maar dat spelen en dan... Nou goed, maar ik bedoel, het is... Fitness en luister, spelen. Luister, het is krankzinnig. De hele theorie is fucking krankzinnig. Het is bedacht door mensen die... niet snappen wat mensen zijn en hoe mensen moeten... Nee. Goed, oké. Maar even mijn oordelen daar gelaten. Maar kom terug op Blackstone. Blackstone is een van die investeringsproducten
partijen, of eigenlijk van die private equity firms, die gewoon heel erg binnen dat narratief opereren en die zich laten inspireren. Ja, ja. Die willen inspelen op trends die in de toekomst plaatsvinden. En dat is gaming. Ze hebben dit als trend gedefinieerd. En hetzelfde zou je kunnen zeggen bij Microsoft. Je hebt kans dat daar dezelfde gedachten spelen. En dat je dus ziet van ja, dat is de reden waarom dit soort bedrijven opeens, want dat zou sens maken als, Franse investeerders dit over zouden nemen. Je weet hoe chauvinistisch de Fransen zijn. Zeker. Die willen geen buitenlandse investeerders. Ja. En anders, inderdaad, EA, Microsoft, nou goed, misschien kopen die het als daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik bedoel, dat bedrijf heeft een waardering van, maar, wat is het nu? 4 miljard. 3,8. En dat is toch niks, toch wisselgeld voor die Amerikanen? Ze maken het af op 5 miljard. Maar dat is toch wisselgeld voor die gasten? Absoluut, dat is het ook. Maar moet je kijken, en Guillemot heeft 15% van de aandelen. Ja. Van die 5 miljard. Ja. Weet ik hoeveel schuld er nog in zit. Maar goed, dat betekent dat ze... dat is ook zo. Dat is een paar honderd miljoen. Maar afgezien van wel of niet conspiracy... ik denk wel dat de pandemie heeft aangetoond... als de wereld, als mensen niks meer kunnen doen... dan gaan ze massaal gamen. Ja, ja. Het is, dus theorie klopt. Die theorie klopt inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft denk ik ook wel... dat inderdaad nu dit soort bedrijven... die eigenlijk werkelijk waar... waarschijnlijk spelen ze allemaal geen videogames. Het interesseert ze geen ene hol. Dit is denk ik voor Guillermo de grootste nachtmerrie. Anders dan dat hij denkt... fuck, ik ben er klaar mee. Want hij heeft zich altijd verzet... tegen Vivendi en Tencent. Bedrijven die tenminste nog iets hadden met gaming of entertainment. Ja. En dit zijn gewoon... EA ook trouwens. Knijterharde gasten die gewoon 1 euro erin willen gooien... en het liefst 6 euro eruit. En zo snel mogelijk. Je knipt alles op, weet ik allemaal. Maar goed, anyway. Zij zijn er mee bezig. Het is ook het einde van Ubisoft. Wat je gaat krijgen is... Ik denk eerlijk gezegd... Dit is eng. Ik denk dat Microsoft het gaat kopen. Dat maakt de meeste... Laten we naar Microsoft gaan. Microsoft, heel veel mensen zeggen al... en ook wishful thinking. Ah, Microsoft gaat het kopen, weet je wel. En dan zeggen er toch een aantal mensen... ja. Dat kan niet, of dat lijkt me onwaarschijnlijk... omdat zij nog de deal met Activision is niet rond. Ja. En ze zijn daar best wel lastig met de mede... Ja, want ze krijgen een soort monopolie op al die content. Ja, exact. Andere mensen zeggen van... nou, ho, je kan rustig 2 overnames tegelijk doen... want die andere is nog heel ver weg. Dit is 5 miljard. Ze hebben natuurlijk net een gigantische uitgave doen, maar... Wat maakt ze ook weer voor Activision Blizzard? 60 miljard. Ja, 60 miljard. Maar dat is voor hun peanuts. Zij zijn een triljard bedrijf, weet je wel. Dus voor hun... Nee, maar het is niet dat ze een triljard... Nee, oké, okay, maar... Ze hebben sowieso 200 miljard aan cash. Dat bijvoorbeeld. Maar weet je wat ook heel interessant is? Ja. Dat is waarom ik denk dat Microsoft dat gaat doen. Ja. Vanwege de belastingwet in Amerika... Mm-hmm. Wat ze doen, is dat ze hun winsten eigenlijk wegsluizen naar Europa. Dat staat voor een groot gedeelte in Europa. Dus zij hebben volgens mij 100 miljard hebben ze in en dit was ten tijde van de overname van Mojang. Daar heb ik een heel artikel over gelezen. Dat konden ze, dat was 2 miljard in de tijd en dat konden ze gewoon cash op tafel leggen omdat ze hadden 100 miljard waar ze eigenlijk niet wisten wat ze mee moesten staan. Hadden ze in Europa geparkeerd. Nee. En op het moment dat ze het naar Amerika zouden halen, zouden ze gelijk het probleem hebben dat ze daar zoveel belasting over moeten betalen dat het eigenlijk weg is. Ja. Dus zij hebben gewoon zoiets van, ja, ze kunnen overnames financieren met die gigantische zak geld die ze in het buitenland hebben, als die bedrijven ook daadwerkelijk in het buitenland zitten. En Ubisoft is gewoon een Frans bedrijf. Ja. Dus zij hebben in Europa 100 miljard minimaal, als het niet meer is, geparkeerd. Joh, 5 miljard voor Ubisoft? Nee, het is niks. Mensen zeggen ook, waarom doet Sony het niet? Nou, dat zou kunnen. Ik denk dat Sony zou 5, en sommigen zeggen ook, ja, je moet dan wel meer betalen, want je aandeel moet meer waard. Dan kom je ergens rond de 10 miljard uit. Voor Sony is dat ten eerste behoorlijk toch wel geld. Zij hebben toch wat minder geld En ten tweede, als ze dat zouden doen, stel dat ze het zouden doen, dan zou de theorie die PlayStation aanhoudt, wij kopen niet om te kopen, wij kopen echt, wij zijn op zoek naar studio's die iets kunnen toevoegen qua tech, qua engine, qua type gameplay. Ja. Dat zou raar zijn. Dan zouden ze het bewijs leveren dat ze in paniek zijn en dus nu ook maar content aan het kopen. En voor Microsoft maakt het sens, dan kom ik weer terug op jouw verhalen. We gaan het straks over Netflix hebben. Dus uiteindelijk, we gaan nu naar die transitie toe, dat het abonnement, Game Pass, daar zijn ze mee gestart. Als ze willen dat onaantastbaar bovenaan blijft staan, en dat wil je, dan is de aankoop van Ubisoft, als je Ubisoft, Activision, Blizzard, Bethesda, dan heb je zoveel content, dan wordt het bijna... Ja, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan als PlayStation-fan zegt van, ja, dat wil ik niet. Dus uit die zin maakt het sens dat Microsoft hierop in gaat springen. Nogmaals, er is nog niks. Ik bedoel, ze zeggen bij hoge laag, er wordt nog niet gepraat.
Tuurlijk wordt er gepraat. Maar dat er gepraat wordt. Exact. Dit is allemaal voor de bühne, want je mag gewoon geen gevoelige informatie naar buiten lekken. Maar het is wel een ding. Wat ik leuk vind om te laten zien, is even... Ik vind de prijs al laag. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik bedoel, ja, Ubisoft... Het zegt niks. Na al die jaren... Ja. Weet je, als je inderdaad ziet dat Bethesda is volgens mij voor 10 miljard overgenomen. Ik weet het niet eens meer. Ja, 6 miljard volgens mij. Oh, 6 miljard. Ja. Nou goed. Nou ja, misschien is dat ook wel vergelijkbaar. Misschien zal Ubisoft ook voor 6 miljard... Nou ja, als het vergelijkbaar is, dan vind ik dat Ubisoft met die veel meer franchises en IP's heeft. En denk ik van, ja, dat bedrijf is echt gezakt. En ik denk dat we met z'n allen moeten concluderen dat het voor Guillermo fucking moeilijk gaat worden om dat bedrijf weer terug omhoog te krijgen. Maar voor hem is het moeilijk. Maar het stomme is, die franchises zijn heel sterk. Mm-hmm. Ik zou me voor kunnen stellen dat als je Rainbow Six in een ander verdienmodel jasje giet. Exact. Maak hem free to play. Ga, weet ik veel, verkoop outfitjes en wapens en weet ik veel, dat soort shit. Ja, zet hem gewoon op Game Pass. Dat bedoel ik. Van dit, het maakt zelf... Nee, dat begrijp ik, maar dat is voor Microsoft. Maar zelfs voor, ja, als Microsoft dat niet zou kopen, ja, die franchise is gewoon echt ontzettend sterk. Oké, goed. Leuk om dan dit er even bij te pakken. Wat voor mij ook laat zien hoe dit bedrijf in totale chaos en paniek is. Vorige week kwam een aantal lekkers kwamen naar buiten dat Ubisoft was bezig met een Battle Royale game. Terwijl ze een maand geleden een andere Battle Royale game van Battle hun, Arena ook, bedoel je? Ja, ze zeggen dat het een Battle Arena is. Maar goed, anyway, het is al zo'n free-to-play game waar ze heel veel maken. Een Fortnite-kloontje, weet je wel. Of een Overwatch-kloontje. Dat hadden ze al gedaan. Die hebben ze gestopt, want niemand speelde het. Nu komen ze weer met een nieuwe. Heel veel negativiteit erom. En dus moest Ubisoft reageren. En zei, so we heard you heard. Zo van, oké, we hebben gehoord dat jij hebt gehoord dat... Nou, oké, inderdaad, deze game bestaat. Het heet Project Q. En dan zie je in één keer, by the way, dat ze al meteen zeggen, het is geen Battle Royale, jongens, het is geen Battle Royale, don't panic. Want iedereen zei, fucking hell, kom je nou weer met een Battle Royale game, Ubisoft, pleur op, maak gewoon eens goede games. Vervolgens, wacht, we hebben geen plannen om NFT's in te stoppen, jongens, sorry. Weet je wel, ze zeggen niet, het komt er nooit in, we hebben geen plannen. Ja. Een heleboel mensen die reageren, ja, oh, dat vind ik eng klingen. We hebben geen plannen, dus het komt erin. Waarom noemen jullie het op een gegeven moment ook, waarom noemen jullie het Project Q? Project Quartz. Nee, ja, dat heeft er niks mee te maken, weet je wel. En het feit dat dus dit is gewoon de community management. Dat er zitten gewoon mensen die zitten die tweets te beantwoorden. Totaal de hele tijd bezig is. Nee. We gaan er geen NFT's in doen, weet je wel. Het is... Ik heb altijd zoiets van... Je moet je daar niet in gaan mengen in het gesprek. Want je kan toch geen kant. Als mensen geloven dat er NFT's in zitten, dan moeten ze dat geloven. Je moet bewijzen straks dat het niet zo is. En niet gaan roepen. Want mensen zeggen ook al van, we gaan dit screenshotten, want let maar op, dit en dat. En dit is... Microsoft, Ubisoft kan niks meer verkopen. Mensen geloven het niet. Dit is nu live. Hè? We zitten te kijken naar een Twitterpagina, maar dit doe je nu. Dus daar moet je kijken dat... bijvoorbeeld daar, de sign-up page has been updated. Thanks for your interest. Maar kijk dan boven. Weet je, ja. Ga zijn nog eentje naar boven. Het originele bericht. Hier, man, moet je kijken. 460 retweets en 3800 likes. Ja, nee, absoluut. Maar dat bedoel dit ik. Dit is dus gewoon nobody gives a shit, nou, man. Ja, ik bedoel, en ik niemand heb meer likes op posts op Twitter. Voor... Snap ik, maar... Niemand gelooft ze meer. En dat is de geloofwaardigheidsweg. Dat had je met Activision ook. En dan is het aan een ander bedrijf. Microsoft, zie je dat die op dit moment een bepaalde geloofwaardigheid heeft. Zij kunnen daar boven gaan zitten en zeggen, oké, nou, dat gaan we niet meer doen. En die kunnen, omdat ze nog wat meer geloofwaardigheid hebben, zeggen, jongens, we gaan geen NFT's doen. Weet ik veel. Mm-hmm. Ubisoft kan het niet meer verkopen, omdat ze zo vaak de gamer hebben bedrogen, helaas, dat niemand iets meer gelooft. Terwijl ze, wie weet, willen ze wel helemaal geen NFT's in doen. En wordt het wel erg vet, maar mensen geloven het niet meer. Dit vind ik de allerbelangrijkste reden waarom Ubisoft verkocht moet worden. Nou ja, omdat, maar ze zijn hun community kwijt. Ze hebben hun doelgroep zo van zich vervreemd. Ja. Dat is de enige basis die je hebt om voor te bouwen. Ja. En dat is ook waarom ik denk dat misschien Sony, maar in ieder geval Microsoft, de beste kandidaten zijn om het over te nemen. EA wordt ook genoemd.
Ja, maar dat, die hebben hetzelfde probleem. Ja, dat zou een hele rare chemistry zijn. Daarom, hoe gaat dat werken? Ja, weet je? Ik, het enige waarop dat zou werken is van een development perspectief. Omdat EA hele grote studio's in Toronto heeft zitten. Ja, ja. En dat naast Ubisoft zit. Dus die zijn heel erg met elkaar dat aan doen. Maar goed, whatever. Ja. Maar Microsoft heeft met Game Pass wel degelijk een hele grote userbase. Zeker. Dus dat betekent ook dat de bereik van je games een soort garantie heeft. En op dit ogenblik, als je dit ook ziet, hè, Project Q, waar niemand in geïnteresseerd is. Nee. En wat niemand... Ik bedoel, dit ziet eruit als een of andere nietszeggende indie game. Op dit ene screenshot beoordeel ik dan wat ik hier zie. Ik ben er niet in geïnteresseerd. Ik weet zeker dat Ubisoft hier niet iets van gaat maken. En als het wel zo is en ik speel het, ik vind het fucking tof, dan bied ik mijn excuses aan. Maar nu, vooralsnog, wat ik dit zie, ik vind het echt, het ziet er echt uit als schijt. Ik heb er ook niet zaak van. En, maar dat hele idee dat je dus niet meer die community hebt om die games aan te verkopen, dat maakt je gewoon... dat geeft zo'n groot probleem. Mm-hmm. Want je kan je kosten niet meer verantwoorden. Nee. Weet je, het is logisch dat je een overhead hebt van weet ik veel hoeveel miljard per jaar om al die marketing en salesmensen allemaal in te huren. Als je ze ook daadwerkelijk kunt inzetten om die communities te bereiken. Ja. Maar die community is weg. Ja. Dus wat ga je doen met je marketing? Weet je, wat ga je adverteren op Facebook? Denk je dat er iemand een fuck geeft om deze shit, naast al die andere advertenties die er zijn? Weet je, het is gewoon ontzettend lastig. Ja. En dat, de geloofwaardigheid is totaal weg. En dat kun je eigenlijk al op één manier nog maar terugwinnen. En dat is niet door dingen te posten of te roepen, maar dat is om te doen. En dat betekent dat Ubisoft eerst weer een aantal hele goede games moet kopen, komen waar mensen zeggen, oké, you're back. Maar dat duurt jaren. Nou, die tijd hebben ze niet. Dus inderdaad... Maar is het curieus, hoe lang zou dat duren, denk je? 5 jaar? Als ze het zelf doen, ja. Als ze nu zouden beginnen met een... Vijf als ze het managementprobleem nu zouden oplossen, zeker 5 jaar. Ja, nou, en met een koop kan je een schokeffect... dat is net als met een beetje een trainer aanstellen bij een zwalkend team. Weet je. Dat kan soms werken. Heel vaak werkt het ook niet. Dan is het een doodgeboren kind. Maar dat betekent dat je moet je 5 jaar wachten. Je moet dat overbruggen, die periode. Al dat personeel, al dat development kost. Dat kost miljarden. Ja. Je hebt geen inkomsten, of tenminste gewoon geen fatsoenlijke inkomsten. Nee. Ja, dat is gewoon heel lastig. Nee, het gaat moeilijk worden. Ik weet eigenlijk niet of ze geen inkomsten hebben. Ze hebben zelf vast wel wat inkomsten. Maar niet, anders gaat het aandeel niet achteruit. Want we gaan nu even toe, om af te sluiten, ook naar Netflix. Want dat is ook interessant, omdat het eigenlijk ook allemaal weer raakvlakken hebben. Die zijn namelijk al een stap verder. Tegenwoordig koop je geen DVD meer, je kijkt de televisie meer, je kijkt Netflix. Dat was eigenlijk grappig is dat we... Ga je even Netflix? Dat is eigenlijk, dat was altijd de term voor ga je iets kijken op. Ging iets googelen. Even googelen wat ik ga Netflixen. Ja, wat je gaat Netflixen. Ja. Het ging altijd goed. En in één keer kwam daar het bericht: 200.000 abonnees waren weg. En ze verwachten 2 miljoen abonnees te verliezen de komende maanden door toegenomen concurrentie, maar ook door een, duidelijke achteruitgang van de content. Omdat. Al die partijen, de Marvels, de Disney's, die trekken al hun producten eruit. En ze slagen er niet meer in om topseries te maken. Ze hebben ze nog wel, maar ja, dan weer te weinig. Dus mensen gaan inderdaad switchen. Maar er zijn twee dingen. Want het bizar is, zij zeiden zelf namelijk in hun statement... want zoals je kunt zien, de aandelenkoers... Die gaat niet lekker. Die zijn in elkaar geklapt, echt. dat is echt heel hard gaan. Ja. 30% eraf, volgens mij. Ja. Waarom? Die 200.000 verloren abonnees, dat heeft met Oekraïne te maken. Mm-hmm. Dus zij hebben ook gezegd van oké, wij gaan niet meer actief zijn in Rusland. Nee, dus er zijn volgens mij 100.000-150.000 Russen die gewoon zoiets hebben gezegd van oké, fuck you dan maar. Ja. En, of ze zijn überhaupt, ze mochten niet meer lid zijn of ze hebben het opgezegd, whatever. Ik weet niet hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus dat is een grote chunk van hun... maar dat vind ik interessant, want oké, stel je voor dat het alleen dat gezeik met Rusland en Oekraïne is. Mm-hmm. Waardoor doordat Netflix zegt van wij gaan niet meer onze services verlenen aan Russen. Kijk wat het gevolg is van op je aandelenkoers. Mm-hmm. Dus het feit dat je gaat bemoeien met een politieke standpunt. En dat hebben we keer op keer gezien. Mm-hmm. Bedrijven die zich gaan bemoeien met politiek. Dat
klapt in hun gezicht. En hier ook weer, weet je. Ik wil een derde van hun koers weg. En gelijk staat het hele model van Netflix staat, ja, op de schop. En waarom? Moet dat? Moet je de Russen van je platform afgooien? Weet je, is dat nou werkelijk zo? Wat, nee, weet Netflix wat er in Oekraïne aan de hand is? Wij weten het al niet eens, weet je. Hoe kan Netflix het weten? Ja. Maar goed, dus nou dat... Ja, ik denk, nou goed, kijk, ze verwachten ook nog die 2 miljoen. Hè. Ik denk dat er nog wel wat meer aan de hand is. En dat is inderdaad gewoon die toegenomen concurrentie. Mensen switchen veel meer. HBO Max is wel... een part... Kijk, ja. HBO heeft een gigantische staat van dienst, maar is gewoon ontzettend, heeft de boot gemist, omdat ze nooit een streamingplatform hadden. Nee. Maar dat liep altijd via je, weet ik veel, via Ziggo-verbinding of zo. Ja. Kon je dan... nou, niemand deed dat natuurlijk, fuck dat. Nee. Maar HBO Max, wat ze altijd hadden moeten doen. En nu merk je dus dat je met terugwerkende kracht opeens, ja, Een soort inhaalslag dat ze kunnen... Ik denk niet dat ze in één keer zo groot zijn als Netflix, maar ze gaan een hele grote hap nemen uit hun markt. Nee, nou, en ik denk, waar we het al jaren over hebben, natuurlijk gewoon de winstgevendheid van dit soort bedrijven. En wat je opeens ziet, is dat ze het afgelopen maanden kwamen ze met van, ja, heel leuk, je mag nu tegenwoordig, mag je 4 mensen, mijn ouders, die kijken ook mee op mijn account, weet je wel, en dan heb ik zelf 2 accounts, zodat ik op mijn telefoon ook kan kijken. Nou, dat mag straks dan niet meer. Of, nee, je mag wel, maar dan moet je €20 gaan betalen. Dus dat gaat al omhoog. Ze zijn aan het nadenken over reclame, dus dat je wel... Maar hoe gaan ze dat tegen? Ja, maar dat is het van... Kijk, je kan 2 dingen doen. Of je kan zeggen van, oké, we verliezen mensen, we gaan investeren in nog betere content. Of je gaat zeggen, oké, dat wat we hebben, gaan we duurder maken. En ik denk vaak dat dat duurder maken, dat gaat dus niet werken, omdat het te veel concurrentie is. Ja. HBO is gewoon €5, geloof ik. En Amazon Prime Video. Wat exact. Is dat? 2,99. Nee, maar dat is het. En ik vind dit, nogmaals, we zijn natuurlijk een gaming mediabedrijf. Ik vind het heel interessant ook voor Microsoft, omdat dat laat zien van wat kun je wel en wat kun je niet doen, weet je. Ja. Want iedereen denkt ook van, ja, op een gegeven moment gaat die prijs omhoog. Maar €20 voor Netflix, want ik zit er... Ja. Ik heb nog Netflix, ik zit eraan te denken om het op te zeggen. Maar om heel eerlijk te zijn, Netflix speelt best wel een belangrijke rol in ons gezin, omdat zeker? De kids die kijken op alle series en die weten dit en die kijken dit en dat en zus en zo. Maar het is absoluut niet onvervangbaar. Dat kan heel makkelijk. En ik heb gewoon heel erg het idee van, wat, €20? Ze zijn helemaal fucking gek geworden, weet je? Dat, nou, als je er bijna... Terwijl ik betaal nu €12 of €13 in de maand, volgens mij, zoiets. Ja, ik kijk het ook weinig meer, omdat er komt gewoon niks meer op. Ik heb gewoon niks met 600 Franse films uit de jaren 80, weet je. Daar zie je dus aan van... Maar zelfs dat, ik kijk nog wel wat op Netflix. Ja. Er is ook wel wat, maar het is weinig. En wat Netflix bij mij gewoon heel erg... En dat is gewoon, ik bedoel, dat is ook een ding, weet je. Ik ben eind 40. Ik moet helemaal niks hebben van die woke bullshit. Mm-hmm. En heel veel van die series op Netflix, weet je. Het is van, je witte schuldgevoel, daar gaan we een serie over maken. Ja. En ik heb echt zoiets van, weet je, het interesseert me echt minder dan niets. Nee, nou, maar en ze blijven maar doorgaan met die shit. Ja, maar dat doen ze natuurlijk allemaal. Disney doet het op zijn manier. Nee, ook. Maar daarom vind ik Disney ook fucking kut. Nee, maar wat ik nu doe is eigenlijk gewoon... Ik ben gewoon te lui om het af te zeggen. Maar eigenlijk ga ik eens per maand, 2 maanden... ga ik naar een andere partij toe. En dan vreet ik dat helemaal leeg. En dan zeg ik dat weer op, weet je. En dan ga ik weer... En dat is ook weer het gevaar van... waarom ik denk dat een Ubisoft interessant is voor Microsoft. Ze moeten constant, elke maand moet... er om echt bewezen toppers moeten er op dat platform landen. Anders gaan mensen de hele tijd hoppen. Ja. En wat je niet wil, is die fluctuatie in je bereik hebben. Om ook weer aandeelhouders, dit en dat. En ja, dit is wel een ding. Denk jij dan dat Netflix ooit gekocht kan worden door een partij? Nou, het zakelijk gezien... Dat is dan het kopen van lidmaatschappen. Iets wat vaak ook bewezen is dat dus niet werkt. Dat het niet zo simpel is van ik koop bereik en dan heb ik dat bereik. Maar vaak gaan mensen dan ook weer dat werkt helemaal niet. Maar dat is het probleem met Netflix. Is dat het bedrijf heeft niet zo heel veel. Dus ze hebben een aantal IP's. Mm-hmm. Nou, kun jij de grote Netflix IP's opnoemen? De Crown, maar... Oké, maar volgens mij is de Crown een gezamenlijke serie met BBC. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet zeker, maar dat dacht ik. Ik weet Stranger Things. Ja. En eigenlijk kan ik niet heel veel anders opnemen. Nee. En dan mis ik er vast een paar die echt zo dom zijn dat ik daar nu niet op kom. Maar in ieder geval...
ja, bitter fucking weinig. Nee, ook dat is weer een probleem als het niet van jezelf is. Maar dat... wat koop je nou werkelijk als je Netflix koopt? Je koopt inderdaad die abonnees. Ja. En wat je nu gaat zien is dat al die abonnees, die gaan net als wat jij nu zegt, die gaan heel goed worden in zeggen van, hey, ik neem even gratis 2 weken bij Videoland. Ik neem eventjes de gratis maand bij Amazon. Hey, ik ga eventjes HBO Max uitproberen voor de helft dat van het geld. Het wordt een insane battle waarbij op een gegeven moment ook slachtoffers gaan vallen. Ja, dat moet ook. Maar het probleem is dat ik denk niet dat Netflix morgen omvalt. Nee. Maar Netflix heeft nog nooit winst gemaakt. Die hebben al hun geld geïnvesteerd in het opschalen. Mm-hmm. Vervolgens zijn ze groot geworden. Ze kunnen alleen... Er is maar één weg. Ja, ja, ja. Dat is de weg naar beneden. Ja. Die gaan ze nu inzetten. Zij gaan echt 40-50% marktaandeel inleveren. Ja. En dit is desastreus voor een aandeel. Ja. En daarbij desastreus voor de funding van toekomstige series. Zeker, en dat zeker. Is een vicieuze cirkel. Die hebben we precies bij Ubisoft gezien. Exact. Ja, maakt het cirkeltje weer rond. Want Netflix zit nu waar Guillermo een aantal bij op 2018 zat. Hoogtepunt, alles gaat goed. Oh, nu gaat het even niet goed. Wat ga ik doen? Hoe ga ik ermee om? Daarom zei ik ook al van, eigenlijk moet je dan zeggen van, dan moet ik betere content maken. De meeste bedrijven gaan in een soort van reactie. Kut, dan moet ik met wat ik heb, moet ik meer geld gaan verdienen. Hogere prijzen, niet meer een family ding. Reclames tussen je ding, maar dan is je abonnement goedkoop. En zij hebben ook een managementcrisis gehad. Die is ook niet zo in de media terechtgekomen als ook bij Ubisoft. Maar absoluut, ja. Er is dus een hoop aan de hand in het medialandschap en het gaminglandschap. We blijven het volgen natuurlijk in de Piepshow.